Lamy, Nascimento, Govedarica en Kalesic. Op het middenveld Molhoek, Fuchs en Van Diemen. En voorin Kolk, Putter en De Graaf. Hogendorp is ziek bij RKC. Bij AZ nogal wat geblesseerden. Nijkamp vervangt op doel nog steeds Moens. De verdedigers zijn Lee, Wijker, Fortes, Rodriguez en Opdam. Op het middenveld Robbenmond, Van Galen en Lindenberg. En ook bij AZ drie aanvallers, Perez, Nelissen en Huiberts. 5.500 toeschouwers in Waalwijk. De scheidsrechter is Van Egmond, Ronderijk de commentator. De winnaar van vanmiddag kan zich misschien nog gaan melden in de loop van deze competitie voor een Europese plek. Althans, dat is in ieder geval het uitgangspunt van zowel AZ als RKC. Opmerkelijk, met name de thuisclub mist een aantal mensen. En uitgerekend de man die te horen kreeg dat zijn contract niet zal worden verlengd. Govedarica speelt al week in week uit een topwedstrijd volgens Jol & Co. En onderstreept daarmee de voortreffelijke instelling vanmiddag centraal achterin samen met Nascimento. Kolk met links. Van Diemen. Hard op De Graaf en eerlijk gezegd ook een beetje te hoog. Molhoek. Fuchs. Wijker maakt de armen breed, maar vergeet in te grijpen. En daardoor bijna de kans voor Putter. Robbenmond. Huiberts op snelheid de mindere van Lamy. Hij wil wel gooien en dat mag ook. Opdam doet het ver. Dit is Hens, maar de bal gaat er alsnog in via Perez. En er is een goal waar de aanhang van AZ notabene achter het doel van Van Dijk reageert op de Hensbal van een RKC-verdediger. Wordt in dezelfde seconde gescoord door Perez en leidt AZ na 10 minuten met 1-0 in Waalwijk. Hier de Hensbal en hier de goal vervolgens van Perez. Hartelijk dank, zegt de speler van AZ. En zijn ploeg staat zomaar met 1-0 voor. Kolk. Molhoek. Robbenmond in de weg. Govedarica stond nog voorin, staat dat nog steeds. Fuchs en Nijkamp. En die bal die wil maar niet dat strafschopgebied van AZ uit. Nu dan uiteindelijk via Perez. Nee, de paniek even groot in het Alkmaarse strafschopgebied. Uiteindelijk Fuchs die de gelegenheid krijgt om die bal hard in te schieten. Maar de reflex van Nijkamp voorkomt de gelijkmaker. Robbenmond. Van Galen. Heel slim gespeeld op Nelissen. Geen buitenspel. Hij krijgt de bal niet lekker van de rechtervoet. Want de kans is er wel degelijk voor Robbie Nelissen. Na een 13 minuten voetbal. De gelegenheid voor 2-0. Nascimento. Wat nonchalant ingeschakeld door Molhoek, maar het loopt goed af. Van Galen. Ook makkelijk balverlies. Fuchs. Kolk. Opdam krijgt steun van Lindenberg. Dat blijkt voorlopig voldoende. Molhoek. Maar AZ komt even niet onder de druk vandaan. Putter. Van Diemen. Fuchs. Het boogje is voldoende en het is gelijk. Na 14 minuten voetbal. Bijzonder aardige opening in Waalwijk. Bij RKC tegen AZ. Eerst dan natuurlijk de 0-1 via Perez. En hier met het overzicht. Dat begint bij Putter. De bal mooi getild door Van Diemen bij de tweede paal. En de kopbal van Fuchs zo mogelijk nog mooier. Want die is niet hard, maar wel geplaatst. En dat betekent 1-1. Van Galen. Lindenberg. Geen buitenspel Nelissen. Het is de 17e minuut. Bij de tweede paal Bach Huiberts. Dan gaat de bal via een omweg naartoe. En Van Dijk raakt geblesseerd bij het uitlopen. Verstapt zich. En dat is erg pijnlijk. En het is nog maar de vraag of de doelman door kan naar deze actie. Niemand in de buurt. Het gebeurt na 17 minuten. Hier gebeurt dat.
overkomt hem zelden hier bij RKC, Sinou, dat hij erin moet. Maar hier gaat na 18 minuten voetbal Rob van Dijk met de brancard van het veld. Putter. Huiberts. Lijkt een hopeloze missie en dat is het ook. Raakt geblesseerd aan de linker enkel. Vraagt om een blessurebehandeling. Hier het duel tussen Huiberts. Molloek is daarbij betrokken. En de verzorger van AZ geeft aan dat ook Huiberts gewisseld moet worden. Met naar het zich laat aanzien een vrij stevige enkelblessure. Kromkamp komt erbij na 31 minuten voetbal. Kalasic wijst naar Kolk. Trapt vervolgens ook de bal die kant op. Putter. Putter. Goeie bal op Kolk. 1 meter door is het 2-1. Nee dus. Het scheelt weinig. Kovadaric. Putter. Niet te beroerd om het duel met Wijker aan te gaan. Die maakt Hens. Dat is een strafschop. Dat is sowieso een strafschop. Hoewel ik de indruk krijg dat Van Egmond de bal er buiten legt. Maar ik vrees toch dat dan de grensrechter in actie moet komen. Want de Hensbal wordt er volgens mij, en ik ben niet de enige in Waalwijk, echt binnengemaakt. Kijk maar. Nou, de discussie zal na afloop een vervolg krijgen. Het resultaat in ieder geval is geel voor Wijker. En de vrije trap ligt er buiten. Fuchs. Een slechte vrije trap. Lamey. Van Diemen. Kolk. Met links doet hij het niet. Probeert er tussendoor te komen. Dat lukt ook niet. Fuchs. Van afstand. Molhoek. Wijker. En AZ in de problemen. Op dan. Van Galen achterlangs bij Kovadaric. Nou verrast hij Sinou bijna met een hele fraaie boog. Barry van Galen, derde minuut na rust. Prachtige bal. En bijna de keeper van RKC de mist in. Op dan. Wijker. Nelissen. Wordt eerst sinds enige tijd een geplaatste bal. De bal van Gaal ook. En dit is een hele goeie. Nee, die is te hard voor Kromkamp. Toch maar schieten. Kromkamp. Sinou. Nee, de eerste 10 minuten na rust. AZ beslist agressiever dan de thuisclub. Putter. De Graaf. Prachtige voorzet in één keer. Kolk 2-1. Wat een prachtige goal. Daar zijn zeggen en schrijven twee spelers van RKC voor nodig. Het gebeurt allemaal in de 15 minuten van de tweede helft. De Graaf krijgt de bal in één keer prachtig voor. Kolk verrast op dan volledig. En er is het een koud kunstje om de bal in te knikken. Kalasic gaat eraf. Van Wanrooy komt erbij. Lamey. Mag heel ver. En gaat er ook maar heel ver. Opvallend om te zien hoeveel AZ'ers ruimte voor hem maken. Kolk. Van Diemen. Van Wanrooy. Door het midden. Molhoek gaat op de bal staan. Dat kan je een ernstige blessure opleveren, maar dat is nu niet aan de orde. Aan de orde is een countertje van AZ met Van Galen. Met Diwi en met Nelissen. En uit de tweede lijn Perez. En uitgerekend die krijgt de bal er bijna in. Lindenberg. Wijker. Nascimento. De Graaf. Lee. Molhoek. Diemen. En daar moet wel aan die kant van het veld een zee van ruimte liggen. Bijvoorbeeld voor Kolk.
Lamey, 3-1, einde wedstrijd. Hoe is het mogelijk na 29 minuten voetbal in de tweede helft? Een fase waarin werkelijk iedereen probeert iedereen te bereiken op een afstand van 5, 6, 7 meter. Eén keer wordt de ruimte gezocht aan de andere kant. Kolk, eerder doelpuntenmaker, legt nu terug op Lamey en het is 3-1. Lindenberg. Govedarica, Van Wanrooy. Lamey. Heeft al een goal achter de naam. Helpt zich naar rust vaker voorin dan voor rust. Krijgt de bal bovendien nog heel behoorlijk voor. Kolk. Van Diemen. Zo! Van Diemen. Doe maar. De Graaf. Goeie bal van Wanrooy. Wijker op het verkeerde been en de goal wordt gegund aan Fuchs. En Fuchs op zijn beurt vindt het wel bijzonder aardig als Kolk zijn tweede maakt. Maar die verzuimt dat. Nelissen. Ingreep Nascimento. Robbenmond. Lindenberg. Perez. Lindenberg. Lee. Voorzet prima. Nelissen dan nog. In ieder geval voor zijn erelijst. Met een puikengoal. Doelpunt nummer 7 in deze competitie. Hij valt te laat, maar hij valt wel. Robin Nelissen. Fuchs. Achter zijn eigen bal aan. En dan gooit Lee. En het moet toch ieder moment afgelopen zijn. Het zit erop. Voor de wedstrijd scheelde het 2 punten. Na afloop zijn dat er 5. En dat heeft voornamelijk te maken met het verschil in daadkracht, in slagvaardigheid tussen RKC en AZ. Waarbij de eerste weer naar boven mag gaan kijken. En de tweede, AZ dus, naar beneden moet blijven kijken.